kan het in de magnetron. Of niet? Hallo kijkers van Marscheck en welkom bij weer een nieuwe video van Kan het in de magnetron of niet? Deze keer hebben we natuurlijk weer een nieuwe reactie uitgekozen. En dit keer zijn er ook weer meerdere. En die zijn van Sander Born, Noet Noet, Boris Brix. En die zeiden allemaal kaas. En Noet Noet zei nog een broodje met kaas. Dus we zijn gegaan voor een broodje met kaas. Want dan hebben we ook de kaas voor Sander Born en Boris Brix. En het broodje erbij voor Noet Noet. Dus dan gaan we nu naar onze veilige basis, want we willen niet dood. Moet hij om... En actie. Uitzien. Het stinkt ten eerste verschrikkelijk. Het broodje is helemaal verbrand. De kaas. Ja, dat is eigenlijk gewoon hard. Het is niet echt kaas meer. Smaaktest. Nou, door nu de smaaktest. Dit stukje is het minst verbrand, dus ga ik dat even proeven. Dat stukje smaakt nog gewoon goed. Dat is een soort kaasbroodje. Dan nu een verbrand stukje. Hier dit. Ja, dat smaakt gewoon... Als dat je een broodje te lang in de oven hebt laten zitten of zo, dan is het gewoon verbrand. Niet lekker dus. En ook niet gezond. Dus dit was Kan het in de magnetron van vandaag. Zet even in de reacties wat jij de volgende keer in de magnetron wil zien. En als je het een leuke video vond, doe ook even een duimpje omhoog. En dan zien we jullie de volgende keer weer bij Kan het in de magnetron of niet.